10e Nationale Pannenkoekbakdag. En daar doet de Markenburg aan mee. Samen met de buitenschoolse opvang, de vrijwilligers van de SKG, de Haveling en de Ouderensoos. En de bedoeling is dat de kinderen samen met in contact komen met de ouderen van de omgeving en daar een interactie mee hebben. Om de school bekend te maken bij de ouderen en zodat de ouderen een praatje kunnen maken met de jongeren. Daar is het voor bedoeld. Ja, en het mooie daarvan is dat kinderen sociale omgangsnormen leren bedienen, over andere vaardigheden aanleren, zeg maar. Samenwerken, naar een doel toe werken. En daar zijn we hartstikke trots op dat het lukt. En de pannenkoeken, wie bakt die? De pannenkoeken worden gebakken door de leerlingen onder supervisie van de ouders, weliswaar. Want ja, veiligheid staat wel voorop. En één spek en één appel wat zijn. Eén pannenkoek. Dan bedank ik u voor uw aandacht en eet smakelijk allemaal nog. Het duurt tot 4 uur, hè? Hallo. Dat wil ik graag openen. Erik van der Schaaf, wethouder zorg in Issewaar. Dus namens het college ben ik hier samen met mijn collega Jan Willem Meijnans. Jan Willem is van kennende gericht werken en van openbare gebieden. En ik was onder de indruk van de gastvrije ontvangst. Van de jeugd van Geervliet. Ja, ze stonden keurig op te wachten bij de deur. En ja, keurig hoor. En daarna vroegen ze, daar is de kapstok en daar is dat. En vervolgens hebben ze ook de pannenkoeken heerlijk gebakken, begrijp ik. Dus, en nu die zo gesmaakt hebben, denk ik dat er toch wel even een applaus af kan voor de vrijwilligers en voor onze bakkers die dit zo geweldig voor elkaar hebben. Allemaal bedankt. En daarnaast is het niet alleen Nationale Pannenkoekendag vandaag, maar het is ook een bijzonder moment voor de sporthal de Haveling. Want we gaan zo meteen buiten de rolstoelopgang in gebruik nemen. De rolstoelopgang die is aangelegd en gesloopt ook de oude situatie, ook weer door vrijwilligers. En Jan Willem en ik gaan hem zo meteen in gebruik nemen. Dat doen we samen met de jongeren die hier zo goed voor ons, voor jullie allemaal gezorgd hebben. En daardoor is de Haveling nog beter toegankelijk voor mensen met een rollator of een rolstoel of zoiets dergelijks. En dat is toch wel belangrijk als je hier naar binnen wil om allerlei festiviteiten en activiteiten die hier altijd gehouden worden. Dus wij visueel, ja, die kunnen er ook makkelijker naar binnen, inderdaad. Wij gaan hem openen en wij vragen de schooljeugd in ieder geval om met ons mee te gaan. En als u wilt kijken, bent u natuurlijk van harte welkom. Dat kan niet meer, hè? Maar ik ga van de